4, 3, 2, 1. In de grote vakantie waren een aantal kinderen leuk aan het spelen op het veldje. Hé, hey, Lisanne, schiet die bal eens naar mij dadelijk. Daar komt-ie! Oh, de bal! Hé, hey, kijk, jongens, ik heb een boek gevonden. Wat is dit? Een boek. Huh? Daar. Een boek. Wat? Is... wat? Niet aankomen. Uit de weg niet aankomen, dat is gevaarlijk misschien. Zo. Wat is dat? Het lijkt wel op een heel speciaal boek. Ja. Zullen we eens kijken wat erin zit? Ja. Het lijkt alsof het gaat regenen. Zullen we maar naar binnen gaan? Ja, dat is handig. Doe dit. Kom maar mee, anders zie je het. Ja, jufboot. Niet laten zien. Goed zo. Kom snel de boot, snel. Kom. Hé, wat zijn jullie snel binnen? Hebben jullie misschien niks. Het was buiten een beetje slecht weer en we wouden even in de bibliotheek op gaan lezen. Ja, dat was echt heel leuk lezen. Dus. Oh, ik dacht dat jullie zijn zo snel binnen. Ik dacht, misschien hebben jullie wel iets gevonden. Nee. Maar dan heb ik het vast verkeerd gehad. Ja. Nee. Oké, nou gaan we lekker lezen dan. Ja, dat was echt op mijn knippertje. Eens kijken. Wat staat erin? Oh, kijk, moet je kijken. Er staat hier dat je mensen kan veranderen in allemaal dingen. Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik ook niet, maar hier, moet je kijken. Kijk hier. Oensie, doekiedoe. Wacht, we gaan het met z'n allen zeggen. Oensie, poepsie, doekiedoe. Er gebeurt helemaal niks. Nee. Zie je dat het nep was? Nee, zullen we het nog een keer proberen? Maar de kinderen zagen niet dat er een grote wolk met sterren zo uit het boek verdween en terecht kwam op een paar kleuters die buiten stonden te wachten bij een fiets. Het duurde eventjes voordat de sterren gingen werken, maar toen veranderden ze opeens. Ja. Ik ben helemaal veranderd. Ja, ik ook. Robin, je bent helemaal veranderd. Nou, dat boek werkt helemaal niet. Nee. Trouwens, het is wel een beetje koud. Ja, ik kan helemaal kippenvel. Jongens, moet je kijken. Er zijn allemaal kinderen veranderd in allemaal andere dingen. Oh, zie je het? Oh, nee. Oh, nee. Hebben wij dat gedaan? Ik heb hier het boek. Misschien is het boek heilig. De kinderen van het Spreukwoordenboek zagen nu eindelijk wat ze gedaan hadden. De 4 kleuters waren helemaal veranderd. Ze denken dat ze Spider-Man en Batman zijn en allemaal prinsesjes door de spreuken van ons. Ja, dat denk ik ook. We moeten zo snel naar binnen en rennen voor het doel. Juffrouw Melissa ze ziet. Ja, snel, kom. Snel, jongen. Batman. Je denkt dat je Batman bent, maar dat ben je niet. Snel. Naar binnen. Jongen, we moeten een lokaal vinden waar we ze kunnen verstoppen. Ja, kom. Snel. Anders wordt de juffrouw ons. Oké, we moeten wel een spreuk vinden die ze weer normaal maakt. Het boek. Snel. Wacht even. We moeten de spreuk zoeken. Oh, ja, hier. Ik heb een spreuk. Anderen, ik wil dat jullie veranderen. De kinderen probeerden allerlei spreuken, maar het leek erop alsof het niet wilde werken. Jongens, ik moet heel erg was naar de zon. Ja, ga maar. Ja, ga. Ondertussen was juffrouw Melissa heel erg ongerust geworden. Ik ga even naar boven. Ik ga even kijken of die kinderen daar zijn. Die kleuter kan ze helemaal niet vinden. Nee. Oh. Wat is er? Jongens, snel. We moeten de kinderen verstoppen. Juffrouw Melissa doet. Dit kunnen we doen. Nee, blijf maar zitten. Blijf maar zitten. Hé, hey. Oh, mooie groen. Komt het over jullie heen, goed? Nee, zo. Ja, tot over jullie. Oké, het gaat even over jullie heen. Heel even hoor. Hé jongens, hebben jullie die vier kleuters gezien? Ja. Daar. Achter. Wat doe je rond? Ja, achter. Ja, ik kan ze echt nergens vinden. Het is wel een beetje rond. Nee. Dat is iets. Oké, ruimen jullie het straks wel zo? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Oké. We zijn aan de andere kant van het gebouw. Oké, dag, juf. Nou, ik ga ze zoeken. Dag. Ze vinden, anders ga ik echt de politie. Ja, dag. Doei. De kleuters waren nog steeds veranderd en de andere kinderen probeerden gewoon alle spreuken uit het boek op te zeggen. Willen jullie veranderen? Even kijken. Nee hoor, ze zijn nog niet veranderd. Kom, we gaan het zeggen maar. Kom, we gaan het maar zeggen. Ja. Ha. Wij weten waar de kinderen zijn. Ja. We hebben de kinderen veranderd met een spreuk uit het spreukenboek. Juf, kom maar mee. We hebben ze namelijk in Spider-Man en prinsesjes en zo veranderd. Ze zijn daarachter. We hebben ze onder een doek gelegd. Ja, maar ze zitten hier allemaal onder, alle kinderen. En ze denken dat ze Spider-Man zijn. Jullie willen mij vertellen dat die kinderen allemaal veranderd zijn? Ja. Nou, ik vind het een beetje eng om het eraf te halen, want wat moet ik dan aan die ouders gaan vertellen? Ja, nou, ik ga maar eens kijken. Hey. Nou, dat is helemaal niet waar. Kijk, daar hebben we je gewoon normaal. En wie nog meer? Lieke ook normaal. En waarom dit nou weer? Alle vier de kleuters waren gewoon weer normaal geworden. Het leek erop alsof het niezen van de kinderen ervoor had gezorgd dat ze allemaal weer gewoon waren geworden. En zo liep het toch nog goed af.